Ilse, jullie hebben dit jaar alles gewonnen wat er te winnen viel. World Cups, EK, een wereldrecord en natuurlijk goud in Rio. Wanneer kreeg jij het gevoel dat dit allemaal mogelijk was? Het is een beetje gegroeid over het seizoen, denk ik. Onze eerste prestatie op het EK was eigenlijk heel verrassend. En dat gaf meteen heel veel vertrouwen. En ik denk voor mij het feit dat Olympisch goud mogelijk was, kwam pas na ons wereldrecord in Poznan. Ja, en Maaike, een goed duo kenmerkt zich altijd door de verschillen. Waarin zijn jullie mekaars tegenpolen? Ik ben vooral zeg maar van het fysieke beuken in de boot. En Ilse is meer van het gevoel. Dat is een hele goede match eigenlijk. En zo denk ik dat we elkaar heel goed aanvullen. Ja, en door jullie overtuigende eerste twee rondes in Rio ging heel Nederland eigenlijk vanuit, ja, dat wordt goud, toen jullie aan de start stonden in de finale. Op welk moment in de finale kreeg jij dat gevoel, Ilse? Ja, van tevoren zeggen dat het goud wordt natuurlijk wel makkelijk als je aan de kant staat. Ja. We hadden goed vertrouwen in ons plan en we gingen dat plan gewoon uitvoeren. En als we dat goed deden, wisten we dat goud erin zat. Maar dat we het echt gingen halen, wist ik eigenlijk pas op de laatste 100 meter, denk ik. Oké, en Maaike, jullie halen goud, Olympisch kampioen. Wat is nou het mooiste wat jullie na die medaille hebben meegemaakt? Ik zou bijna willen zeggen de hele periode, want die was nogal indrukwekkend. Ik denk qua huldigingen dat ik zeg maar de ridderzaal heel, heel bijzonder vond. Omdat we daar ridder in de Orde van Oranje Nassau werden. En dat is ook een hele mooie locatie natuurlijk met bijzondere mensen. Maar verder vond ik bijvoorbeeld op mijn vereniging ook wel echt heel erg mooi. Want dat is gewoon waar je gegroeid bent en begonnen. Het absolute hoogtepunt van de huldigingen moet nog komen. 19 december, een sportgala van Amsterdam. Jullie zijn genomineerd. Wat vind je ervan? En waarom moeten jullie winnen? Ja, dat vind ik een hele eer om genomineerd te zijn voor de stad Amsterdam. En ik denk dat de dubbel 4, de vrouw dubbel 4 en de mannen 8 echt ook een fantastische prestatie heeft geleverd. En op ons te stemmen, ik denk, ja, wij stonden op het hoogste podium uiteindelijk. Ja. Dus er is nog kans op een cadeautje, een Fanny. Maar omdat jullie al Olympisch kampioen zijn geworden, hebben wij als Topsport Amsterdam al een cadeautje. Voor jullie, die wij nu gaan overhandigen. En ik wil hem eigenlijk aan Maaike geven. En Maaike mag hem uitpakken. Oh jee. Oh ja. En je, yes, zesdaagse. Top. Oh, wat leuk. Yes. Tof. Nou ja, daar gaan we uiteraard naartoe. Ja. Ja, heel leuk. Ja, 6D Amsterdam. Jij bent fan van Nicky Terpstra. Waarom? Ik zie heel hard kan fietsen. Ja, en ik vind Parijs-Roubaix een van de bruutste klassiekers die er is. Ja, om die te winnen, dat vind ik gewoon heel knap.